In deze video gaan we het hebben over de API. Het Cloud Management Portal heeft een API waarmee je alle functionaliteit uit de webinterface ook kunt gebruiken. Je kunt de API dan ook gebruiken om de portal geautomatiseerd aan te spreken. De API is bereikbaar door te gaan naar surfcumulus.nl/api/v2. En je ziet dan, afhankelijk van de rechten die je hebt, een scherm zoals dit. Mocht je de voorkeur geven aan een Swagger interface, die is ook beschikbaar. En die staat hier verder uitgewerkt. Hoe of dat je API-verzoeken samen kunt stellen en wat de inhoud precies moet zijn, staat uitgewerkt in de documentatie. Onder het klopje CloudBot API. Hier staat het formaat van de API-verzoeken. Hoe of dat je dit moet authenticeren en hoe of dat je bijvoorbeeld de output kunt filteren. Ook staan er een aantal voorbeeld API clients en hoe of dat je eventuele additionele authenticatie kunt doen. Met de API wordt het mogelijk om zaken als blueprints, server actions, environments, maar ook bestellingen te plaatsen of te volgen of dat deze al klaar zijn. En je zou dit kunnen gebruiken om CloudBot, het Cloud Management Portal, te koppelen aan je eigen provisioningstraat in je instelling.